Alexander Cox. Afgelopen zomer assistent bondscoach in Rio. Cox gaf zichzelf 14 dagen vrij en haakte afgelopen donderdag weer aan bij Campo. Dit weekend was hij feitelijk de assistent van zijn eigen assistent Kai de Jager. Voor dit seizoen sowieso belangrijk dat Kai ook zijn verantwoordelijkheid goed pakt. Dat is een vakman, dat is een hele goede trainer-coach. En daar ben ik heel blij mee, en de groep ook. Dus ik kan sowieso wat meer werk aan hem overlaten, en dat is wel prettig. Dat voelt ook een beetje alsof jij het stokje aan het overdragen bent, of zit ik daar helemaal naast? Ja, nee, daar zit je helemaal naast. Ja, nee, zeker niet. Nee, ik ben bezig om ook om te verlengen, dus de komende jaren zit ik nog bij Campo. Maar het is wel belangrijk dat ik nu rustig weer terugkom in de rol die je had. En Kai heeft natuurlijk vijf weken met die jongens bezig geweest, dus dat is een bekend geluid voor ze. En dan is het ook logisch dat ik weer rustig aansluit. En volgende week begint het weer voor het Echi en dan ben ik er ook weer voor het Echi. Vorig seizoen keerden de internationals van Kampong oververmoeid terug van het Europese kampioenschap. Dat brak de ploeg richting de winterstop behoorlijk op. Een risico dat er ook nu weer is. Het is een hele zware zomer waar je non-stop op het veld staat. Dus fysiek moet je op adem komen, maar ook tussen de oren moet je op adem komen. Zo simpel is het. Vorig jaar hebben ze ook rust gehad. Alleen nu is de rust een paar dagen langer. En omdat het ook kon, omdat de competitie ook ietsjes later start dan dat hij vorig jaar deed. Maar dat is ook omdat deze zomer ook een stuk langer was dan vorige zomer. Dus het is, de aanvliegroute nu is niet anders geweest dan de aanvliegroute vorig jaar. Campong is de meest constante ploeg van de afgelopen vijf seizoenen. Als enige stond het telkens in de play-offs. Twee keer zelfs als winnaar van de reguliere competitie. Maar de hoofdprijs, de landstitel, hou maar. Ook dit jaar hebben de Utrechters de ambitie om eindelijk kampioen te worden. 80% van het elftal is gebleven. Ramon Allegre die is gestopt met tophockey onder andere. Onze tweede keeper is naar een andere club gegaan. En daarvoor hebben we uit Jong AZ1 Hede Brink terug. Uit Jong AZ1 Jip Jansen terug. Salvador Pira uit Spanje erbij. En Jasper Luiks van Den Bosch die we erbij hebben. En de kern van de groep is hetzelfde als vorig jaar. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Want het is een goede kern die al lang bij elkaar is. En over het algemeen Nederlandse jongens, wat we prettig vinden. Dus ja, er is op dat vlak weinig veranderd. En de structuur en de kern staat er nog.